Ik ben Wouter van Giessen, beeldend kunstenaar uit Breda. Daar heb ik ook gestudeerd, vorig jaar afgestudeerd namelijk, aan de opleiding beeldende kunst aan het AKV Sint Joost. Ik werk dus veel in de openbare ruimte, maak vooral sculpturaal werk. En toen dit werk af was en op het dak stond, dacht ik van, ja maar shit, dit werk kan gewoon op heel veel plekken staan en dan weer een hele andere lading en een andere betekenis krijgen. Dus door alle reacties die ik kreeg van die bezoekers toen, die allemaal een soort van eigen interpretatie hadden over het woord, dacht ik van, oké, nou dan wordt het dus beter als het op meerdere plekken komt te staan. Eigenlijk steeds wil ik het ook op het dak, of in ieder geval hoog, dus dat je echt naar boven naartoe moet kijken. Om dat effect van dromen ook weer te geven van ja, wat kan dat voor mij betekenen? Het is echt voor iedereen, weet je wel. En dat maakt het denk ik ook, of dat probeer ik altijd met mijn werk, dat het, ja, daarom werk ik in de buitenlucht, zodat het echt voor iedereen toegankelijk is en ook voor iedereen een soort van interpreteerbaar. Ja. Op een zekere dag ben ik vader, moeder, zuster, broeder, hoeder, schaap, leerling, werker, baas. Ooit voelt als een koude oorlog. Eén vinger boven de knop. Soms is één vinger genoeg. En er is één ding dat we kunnen waarborgen, dat is tijd. Een lach, een traan. Een strijd. Als ik een woord zou mogen kiezen om te zijn, dan zou ik misschien wel ooit willen zijn. Het is een heel universum, verpakt in vier letters. Het is allesomvattend en het steekt de draad met de tijd. Want besef, kom je op het punt wat je ooit hebt genoemd, dan is dat nu ooit. En ooit tegelijk. Juist dat idee wat ik zei net over die verschillende interpretaties, dat komt supergoed tot z'n recht in het werk van de dichters. Dat maakt mij alleen maar trots, omdat het soort van ook doet wat het moet doen, zeg maar. En dat je ziet dat iedereen het ook echt op zijn eigen manier aanpakt. En dat is super gaaf. Ooit klinkt als een lege belofte aan de toekomst. Ooit is even krachtig als een onaangestoken verjaardagskaars. Fok ooit als je niet waagt om het in de fik te zetten. Om te doen, om vol op je bek te gaan tijdens het streven naar een nieuw vandaag. Ooit zullen vrouwen in de nacht zonder angst de straten over kunnen. Ooit zullen zwarte mensen niet langer gedehumaniseerd worden. Ooit zullen racisten mij niet meer vertellen dat ik het slavernijverleden moet loslaten. Terwijl de achternaam in mijn Nederlandse paspoort voor mijn familie is uitgekozen door een Hollandse slavenhouder op een Surinaamse plantage. Ik ga de grond niet in voordat ik mijn ooit zie branden. En ik steek mijn verjaardagskaars aan voordat mijn feest eindigt. Ooit zal het weer warm zijn. Echt zijn, intiem zijn. En hecht zijn. Ooit versmelten de entiteiten van liefde het koude ijs, waarin distanciering vanzelf leeft. Hier onthult zich thuis zijn. In de waarheid is mijn zijn, wij zijn. In al haar kuisheid, speelsheid en vrijheid. Het kind in jou, het kind in mij. Ooit is de toekomst waardoor de illusie nadert. Laten wij haar afwijzen. In het nu ligt de gedachte van ooit. Nog in creatie verzadigd. One day there will be justice for all the injustice. One day there will be peace at ease. One day the world will change. One day everything will change. It has to change. I guess I hope it will change. Nothing should be the same. Do we really want to go on with this fate? We aren't what the media paint us like. We are the beautiful art of cultural colors and it makes me warm. We are the energy of our ancestors and our power comes from the heart. We don't have time to fight because there is too much to make right.
We can reminisce everything that we did, learn from the mistake we made and grow from the lesson that we learned. So let's hope for changes and create. Als ik ooit wat mocht veranderen aan deze wereld, wat zou het dan zijn? Dat we elkaar vertrouwen. Dat is het belangrijkste. Dat we vertrouwen dat iedereen eerlijk is. Dat, ja.